In de vorige video zagen we dat Sun Yat-sen de macht greep in China met zijn nationalistische partij. En dat ze probeerden een eenheidsstaat van te maken. Maar toch eh, lukt dat niet helemaal en blijft er ontevredenheid bestaan. En daar gaan we in deze video naar kijken, waar verschillende kenmerken en aspecten bij horen. Maar goed, nu eerst naar die ontevredenheid. Wat zijn daar de redenen voor? Nou, die redenen die blijven eigenlijk hetzelfde bij wat we al eerder hebben gezien. Uh, de Chinese bevolking blijft ontevreden omdat de invloed en de macht en de bemoeienis van buitenlandse mogendheden in China groot blijft. Hè. Landen als Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland, Japan, die hebben allemaal nog steeds uh, bepaalde uh, gebieden in handen of bepaalde uh, vrije rechten en zo. Hè. Die denk terug aan die ongelijke verdragen. En nou, daar willen veel Chinezen toch echt vanaf. En uh, daarnaast uh, zie je ook dat uh, de beloofde verandering in het bestuur, de beloofde modernisering daarvan, ja, die, die lukt niet. Dus Sun Yat-sen kon wel van alles beloven, maar in de praktijk liep het toch echt anders. En daardoor bleef die onvrede onder de Chinese bevolking bestaan. En we hebben ons nu heel erg op China gericht, maar uh, we moeten eigenlijk even uitzoomen, want we zitten hier dus in de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Die is nog helemaal niet genoemd in deze context, wordt die verder ook niet, maar het is wel belangrijk om hem even aan te halen op dit moment. Want China had meegevochten bij die Eerste Wereldoorlog, had zich aangesloten bij de geallieerden, dus, dus bij uh, Groot-Brittannië, bij Rusland, bij Frankrijk, bij uh, de Verenigde Staten ook, hè, die gingen later meedoen. En China deed dat in de hoop dat ze er in de afloop van de Eerste Wereldoorlog voor beloond zouden worden. Dat er echt een einde zou komen aan die ongelijke verdragen en, en dat gebieden waar nu die buitenlandse mogendheden nog heel veel invloed zouden hebben, dat die dan in Chinese handen zouden komen. En ze hoopten vooral dat die Japanse invloed kleiner zou worden. En Japan vocht om precies dezelfde reden mee in de Eerste Wereldoorlog. Die vochten ook aan de kant van de geallieerden. En uiteindelijk, als de oorlog af is gelopen en China en Japan hebben allebei voor de winnende kant, de geallieerde kant gekozen, dan hopen ze dus dat bij de vredesbesprekingen van Versailles in 1919, dat ze daar dan voor beloond worden. En wat zie je dan? Japan wordt wel beloond. En Japan mag invloed houden in bepaalde Chinese gebieden. Hè. Daar, daar ging het ze uiteindelijk ook om. Dat was een van de redenen dat ze mee waren gaan vechten. En uh, eigenlijk is het enige land dat zich een beetje terugtrekt uh, uit China, dat is Rusland. En voor de rest, al die andere invloed, die blijft bestaan. En die vrede van Versailles is dus heel erg nadelig voor China. China krijgt eigenlijk stank voor dank. Ja, op het moment dat dat bekend wordt gemaakt, uh, dan breekt de pleuris uit in China, dan ontstaat er een groot protest en dat is uh, de 4 Mei Beweging. Hè. Er is een, een groot protest op 4 mei 1919. Hier zien we daar een foto van. En ja, dat is eigenlijk een nieuwe protestbeweging die wil echt voor verandering, voor verbetering voor China gaan zorgen. En die 4 Mei Beweging die is tegen het westerse imperialisme, dus ze willen China gaan moderniseren. En dat willen ze doen aan de hand van Westerse, Japanse en ook Chinese voorbeelden uit de geschiedenis. Dus ze willen bijvoorbeeld modernisering van het bestuur. Er moet een modern bestuur komen dat China echt sterker maakt. Meer eenheid en ook sterker naar het buitenland toe. Daarnaast willen ze allerlei sociale veranderingen. Een van de belangrijkste daarvan is de emancipatie van de vrouw. Hè? Die, die moet meer gelijke rechten krijgen ten opzichte van de man. Die zijn nu achtergesteld. Daar moet verandering in komen. En ook het verschil tussen arm en rijk moet kleiner worden. Er moet meer sociale rechtvaardigheid komen. En die 4 mei-beweging wil ook uh, culturele modernisering. Die willen echt af van die invloed van het Confucianisme. Uh, die willen uh, meer en een bredere toegang tot het onderwijs voor iedereen... zodat iedereen kan profiteren van het onderwijs en niet een kleine bovenlaag. Die 4 mei-beweging is een heel brede beweging. Die slaat behoorlijk aan in China. Veel, veel Chinezen scharen zich erachter. Ja, en die wordt dus gekenmerkt aan de ene kant... Door uh, de afkeer van het Westen, die vrede van Versailles, die ik net al aanhaal, die zorgde daar echt voor. Hey, van het Westen, dat, daar hoeven wij niks van te verwachten. Die gaan niks voor ons doen. Uh, en tegelijkertijd zie je dan dat er toenadering komt tot de Sovjet-Unie. Want uh, die boodschap van het communisme die we hier alleen in zien uh, verspreiden, hè, in 1917 is de Russische revolutie geweest, is, is, is Rusland uh, communistisch geworden, wordt later de Sovjet-Unie. En ja, die boodschap van het communisme, van, van, van opkomen voor de vertrapte, voor de armen, voor de onderlaag, ja, die, die slaat heel erg aan in uh, ja, die onderlaag van China. En uh, bovendien was Rusland dus het enige land uh, van die grote mogendheid die ook echt afstand had gedaan van die gebieden waar ze in China controle over hadden. Nou, en dit zorgt ervoor dat vanuit die 4 mei-beweging, waar heel veel mensen met communistische sympathieën zaten, uh, eigenlijk dat er met steun vanuit de Sovjet-Unie uh, de Chinese Communistische Partij, de CCP, zal gaan ontstaan. En die partij speelt een hele grote rol in de Chinese geschiedenis van de 20 e en de 21ste eeuw.